Mijn eerste toernooi was in Colombia in 2018. Daar hebben we de Pan Am Games gespeeld. Dat is het Zuid-Amerikaanse kampioenschap. Daar zijn we eerste geworden. Dus we zijn tot nu toe nog steeds de huidige Zuid-Amerikaanse kampioen. Doordat we eerste zijn geworden in 2018, mochten wij in 2019 meedoen aan het WK. En die werd gehouden in Durban, Zuid-Afrika. Daar zijn we van de 20 landen die mee mochten doen, zijn we heel mooi op een zesde plek geëindigd. En volgens mij zijn we daarmee wel het eerste sportteam dat ooit heeft meegedaan aan een eindtoernooi, een WK. Als ik het goed heb begrepen van de statistieken. En doordat we zesde zijn geworden op het WK, mogen we nu met de beste acht van de wereld, mogen we dan onze kunsten laten zien op de World Games die volgende week gaan starten. Een overwinning voor ons is een overwinning voor ons allen. Maar ook voor Suriname. Ja, absoluut. Zeker voor Suriname. Om gezelligheid, warmheid, hartelijkheid. Dus, en dat willen we ook gewoon uitstralen. Ook naar de andere teams, maar ook gewoon naar de wereld. Dat is wel waar we voor staan. We zijn gewoon vertegenwoordiger van Zuid-Amerika in de naam van Suriname. Aan het kijken zijn, of waar we de plannen voor aan het maken zijn. Is dat wij ook nog ons andere doel, namelijk het korfbal terugbrengen in Suriname, van start willen laten gaan. Dus wij moeten op een gegeven moment ook dus een reis naar Suriname gaan maken, met allemaal materialen, allemaal korfbalpalen, ballen die kant op gaan. Uiteindelijk willen we dus de sport terugbrengen in Suriname en dat willen we dus doen door middel van lessen geven op scholen, sportleiders gaan opleiden. Dat zijn Daar zijn we nu in gesprek ook mee met de Surinaamse regering over. Om uiteindelijk dit doel te behalen en dus ook structureel korfbal in Suriname van de grond te krijgen. Dus dat is ook iets waar we voor kijken en waar we ook dus zitten te struggelen om de financiën daarin rond te krijgen. Dus daar moet je op een gegeven moment ook keuzes in gaan maken.